Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cor van Laar Kozijntechniek, iKook, de keuken voor iedereen, Asta Casino en Kozijnservice Nederland. Vanuit het Sir Winston Leisure Center, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van ADO Den Haag Meer dan Voetbal. Het programma dat sportieve, maatschappelijke en commerciële activiteiten van de club nader belicht. In deze aflevering een item over de businessclub, de Bits and Bytes, bij sponsor iKook. De businessclub van ADO Den Haag had haar laatste Bits and Bytes in de totaal vernielde vestiging van iKook aan de Zichtenburglaan, waar businesslid Hein van Eikeren zich een meer dan uitstekend gastheer toonde. Maar er was meer dan alleen netwerken onder het genot van een hapje en een drankje. De gastheer had oud-betaald voetbalscheidsrechter Mario van der Ende uitgenodigd en ook oud-speler van ADO Den Haag René Pas. Natuurlijk werd er gesproken over de scheidsrechters in betaalde voetbal, het betaalde voetbal in het algemeen en natuurlijk ook ADO Den Haag. Onze cameraman Fred Wolters maakte de beelden en wij spraken natuurlijk ook met gastheer Hein van Eikeren. Bits and Bytes van de Business Club van ADO Den Haag, hier vandaag bij iKook. Waarom hebben jullie dit event hier naartoe gehaald? Nou, ik ben een aantal keren bij Bits and Bytes geweest. Gewoon een leuk evenement door ADO georganiseerd. En bij een uitnodiging van ADO voor locaties voor de Bits and Bytes dacht ik, nou, een goede gelegenheid. We hebben de showroom verbouwd, daar zijn we een aantal maanden mee bezig geweest. En een goede gelegenheid om de mensen van ADO hier uit te nodigen. En hier de Bits and Bytes te houden. En met succes gelukkig. Ja, want over belangstelling heb je niet te klagen. Nee, absoluut. Leuk is dat mensen bij het panel echt geïnteresseerd waren. Daarna ook gelukkig allemaal blijven. Gezellig aan het praten zijn, borreltje. Dus ja, absoluut een succes. Goede opkomst ook. Je zei het al, was een mooie gelegenheid, want ja, jullie hebben hier volop verbouwd. Ja, we hebben volop verbouwd. We hadden zoiets van, we moeten ons echt gewoon mee met de markt. En mee, met, dus we hebben echt voor de toekomst een goede nieuwe showroom neergezet. Waar we gewoon weer een paar jaar goed mee door kunnen. En de particulier en de zakelijke markt goed kunnen bedienen. Ja, dus de reden waarom je zou zeggen van, daarom moet men eens binnenwandelen bij iKook. Ja, want wat leuk is, onze slogan is de keuken voor iedereen. En dat is ook echt werkelijk waar zo. Wij kunnen iedereen kunnen we bedienen. En de particulier die kan echt voor een heel leuk laag bedrag echt een goede keuken bij ons kopen. Maar kan ook als die meer wil en kan uitgeven, dan kunnen we hem ook heel goed bedienen. Plus dat we de zakelijke markt ook echt heel goed kunnen bedienen. En waarbij we dan echt de nadruk ligt op ontzorgen. Dus mensen die geven ons de opdracht van, ik wil gewoon een goed product. Ik wil hem op tijd hebben, ik wil hem compleet hebben. En ja, daar maken we ons sterk voor. Je bent ook businesslid bij ADO Den Haag, maar ook een voetbaldier. Ja, ik ben een aantal jaren geleden in contact gekomen met ADO via een zakelijke relatie. En eerst bij de businessclub terechtgekomen. Daar de mensen die er nu ook zijn van ADO leren kennen. En ja, steeds enthousiaster geworden voor ADO en inmiddels toch eigenlijk ook wel een ADO hart. Dat Mario van Ende onder andere hier aanwezig was,
Ja, dat had een hele aardige oorzaak. Althans, is voortgekomen uit iets heel leuks. Ja, dat is absoluut heel leuk. Er wordt elk jaar ADO Pensionado's golftoernooi wordt er georganiseerd. Waar gelukkig ook altijd een hele goede opkomst is van allemaal oud-ADO-spelers. En ik heb daar een keertje met Tom Clavan en Mario van den N op de golfbaan mogen lopen. En ja, eigenlijk weinig aan golven toegekomen door alle verhalen van Mario. En we hebben het gezellig gehad, we hebben erg gelachen. Mario heeft gelukkig wel goed gegolfd, want die was de winnaar op die dag. En ja, sinds die tijd gewoon goed contact. En toen ik dacht van ik moet iets eigenlijk doen extra. Want alleen de borrel, dan merk je toch dat mensen snel weer weggaan. Je wilt toch graag dat mensen wat langer blijven hangen. Dus toen Mario gevraagd en die was gelukkig bereid om te komen. Je zegt, het was heel gezellig met hem in de flight. Misschien heeft hij jullie wel zodanig afgeleid om op die manier gewoon die eerste prijs te pakken. Ja, daar was iedereen van overtuigd zelfs. Ja. Ja, hij zegt uiteraard zelf van niet, maar het werd hard door de zaal geroepen. Maar ja, we mogen ervan uitgaan dat een uitscheidsrechter toch altijd wel fair play speelt. Maar daar gaan we vanuit. Hein van Eikeren, mooie zaak daar aan de Zichtenburglaan. En we hebben zijn naam al laten vallen, Mario van der Ende. Eens woonde hij op een steenworp afstand van die Zichtenburglaan. Tegenwoordig woont hij alweer een aantal jaren in Laren. En natuurlijk spraken we ook met hem over het betaalde voetbal en over de scheidsrechters. Mario, wekelijks heb je op internet 5 minuten tv. Ik mag niet zeggen dat je daarin kritisch bent, maar altijd heel realistisch hoe je de scheidsrechters bekijkt van het weekend. Ja, ik denk ook dat je dat moet doen. Kijk, en trouwens, kritisch is ook niet heel erg, want ik heb al geleerd dat kritiek, ja, dat is gratis advies om als je het beste uit jezelf wil halen. En ik vind dat betaald voetbalscheidsrechters dat in ieder geval moeten doen. Ja, dan denk ik ook dat je het best wel met een kritisch oog mag bekijken, maar ook wel heel reëel. Ik zie het programma ook altijd iedere week. En dan valt me erop dat er bij heel veel wedstrijden scheidsrechters beslissingen nemen die vaak heel cruciaal zijn met betrekking tot de uitslag. Ja, je ziet met regelmaat, als je ook het afgelopen weekend weer bekijkt, ja, er zijn er gewoon 6 wedstrijden mede beïnvloed door arbitrale beslissingen. En dan praat ik niet alleen over het wedstrijdverloop. Dan praat ik over een verkeerd gegeven gele kaart, wat een rode kaart had kunnen zijn. Of een buitenspeldoelpunt, wat heel belangrijk is. Maar ook de uitslag wordt daar mede door bepaald. En dat mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn van arbitrage. Want die moet op het hoogste niveau natuurlijk zo goed mogelijk zijn. Gaan we even een stapje maken naar het komend wereldkampioenschap. Er wordt niet gewerkt met een 5e en 6e official. Maar de doellijntechniek, nou, dat vind jij heel erg fijn. Ja, ik vind het een extra toevoeging. Want alles wat de arbitrage kan helpen om een zo eerlijk mogelijk eindresultaat te verkrijgen, dat denk ik moet je gebruiken. In heel veel andere sporten zie je bijvoorbeeld ook al de videoreferie, wat natuurlijk een enorme positieve toevoeging is. Doellijntechnologie is een eerste stap. Ja, in de goede richting denk ik, wat het voetbal volgens mij alleen maar eerlijker maakt. En ik denk dat iedereen daar toch op zit te wachten. Als je ook zeker ook als je als voetbalbond fair play predikt, zoals de FIFA doet, de UEFA doet en de KNVB doet. Je geeft het wel even aan, maar de FIFA is daar nog een stapje verder in dan de UEFA. Want de FIFA wil doellijntechniek, UEFA is daar nog wat terughoudend in. Ja, de UEFA, dat is natuurlijk de voorzitter, is Michel Platini. En dat is ook de initiator van die 5e. En 6e etalagepoppen noem ik het altijd maar, die 5e en 6e officials. Ja, voor mij heeft dat niet zo gek veel toegevoegde waarde. Ook omdat er ook een enorm hiërarchisch verschil in is. Als je bijvoorbeeld wel eens ziet dat Björn Kuipers, dat is dan in Nederland op het ogenblik de best presterende internationale scheidsrechter. Ja, achter die doellijnen staan dan vaak mensen die 6e of 7e of 8e in positie staan. Ja, en dan heb je denk ik toch niet altijd het idee van ziet hij het wel goed. Want anders had hij het waarschijnlijk ook wel in de Eredivisie laten zien dat hij ook al op een hoge plekje had gestaan. Ik denk dat PR voor een scheidsrechter ook belangrijk is. Soms zie je een afloop een scheidsrechter nog wel eens commentaar geven, zelfs op beelden. En dan heb je wel eens het idee, die staan er op alle mogelijke manieren omheen te draaien. En dan denk ik wel eens van, nou, je bent ook een mens. Je kunt het misschien veel beter toegeven, zoals onlangs bijvoorbeeld een keer Björn Kuipers deed. Ja, dat heeft wel heel lang geduurd voordat hij over de streep getrokken werd, heb ik begrepen later. Dat hij op het einde zei dat ze bij de wedstrijd PEC Zwolle tegen Rode JC, dat het inderdaad geen strafschop waard was. Nou ja, goed, kijk, als je een fout hebt gemaakt, dat kan gebeuren. Je mag verwachten op het hoogste niveau dat het zo weinig mogelijk gebeurt. Niemand is perfect, maar gebruik in ieder geval dat nooit als excuus om je fouten te verbloemen. Je moet het alleen niet elke week gaan vertellen.
Nee, want dan wordt het een groot probleem. Maar wat jij ook zei, ik heb bijvoorbeeld bij Heerenveen tegen ADO Den Haag scheidsrechter Jansen. Ja, dat was volgens mij net een aflevering van Jiskefit. Hoe die probeerde, zoals leerlingen vroeger op school van een 4 nog een 6 probeerde te maken. Ja, dat klopt gewoon van geen meter. Als je gewoon zegt de eerste goal is een overtreding en de tweede goal dat is geen strafschop, ja, dan ben je ook klaar. Naar ADO Den Haag toe. ADO maakt een heel moeilijk seizoen door. Ja, je bent de Hagenaar, je hebt vroeger ook zelf bij ADO gevoetbald. Je mag toch niet hopen dat ADO dadelijk gaat duikelen? Nee, dat hoop ik ook niet. Maar als je de stand op de ranglijst ziet, ze staan natuurlijk 18e plaats. Ook nog een beetje met een gevaarlijk doelsaldo, vind ik zelf. Ja, de tijd is nu aangebroken om gewoon zoveel mogelijk en zo snel mogelijk punten te gaan sprokkelen. Ze hebben nu een relatief eenvoudige serie. Waarin ze ook directe tegenstanders om die degradatieplaats tegenkomen. Ja, als je 2 wedstrijden wint, dan ziet die wereld er ineens wel heel anders uit. Je moet natuurlijk wel zorgen dat je zo snel mogelijk van die 18e plaats af bent. Want dat geeft gewoon lucht en dat geeft gewoon iedereen ook, denk ik, weer een positieve impuls om die negatieve spiraal die ingezet is, om die 18e te laten. Ten slotte doen ze een voorspelling. ADO Den Haag blijft er gewoon in of vierde na competitie? Nou, dat maakt mij niet zoveel uit als ze er maar in blijven. En hoe, dat mag voor mij wat in de laatste seconde, in de laatste wedstrijd, als ze er maar in blijven. Want ik vind nog steeds dat een club als ADO Den Haag gewoon op het hoogste niveau thuis hoort. Weliswaar geen businesslid van ADO, maar wel een fanatiek aanhanger van de club. Hij speelde er zelf in de jeugd en maakte ook furoren destijds in het Zuiderpark. Hij maakte ook de legendarische trip van ADO Den Haag mee naar Amerika. En hij zat tijdens de Bits & Bytes ook in het panel. Ik heb het over René Pas en ook met hem spraken wij. René, praten over ADO Den Haag, over scheidsrechters, ja, is voor jou geen probleem? Nee, ik denk het niet. Ik bedoel, ADO Den Haag is toch een groot deel van mijn leven geweest en nog steeds. Ja, en scheidsrechters, we hebben natuurlijk in Den Haag zijn we daar goed mee bezaaid geweest de afgelopen decennia, zeg maar. Met Van der Ende, met Van der Kroft, met Dick Jol. En eigenlijk hebben we altijd een prima korps gehad. Maar ben jij altijd een verwend bezoeker van de wedstrijd van ADO Den Haag? Je bent geen lid van de businessclub. Dit soort bijeenkomsten, ik denk dat dat wel goed is voor businessleden. Ja, ik denk zeer zeker. De mensen leren toch elkaar kennen. Ze kunnen elkaar ontmoeten. En uiteraard met als doel natuurlijk om zaken te kunnen doen met elkaar. Ik denk dat dit goede dingen zijn en die gebeuren 3-4 keer per jaar, begrijp ik. Ja, en dat netwerk is heel erg belangrijk natuurlijk voor die mensen. En dat moet ongetwijfeld revenue op gaan leveren. Als ADO-kenner, dit seizoen een duidelijk minder seizoen. Kun jij oorzaken aanstippen? Ja, wat ik toen straks ook al gezegd heb. Ik denk toch dat het toch met het aan- en verkoopbeleid te maken heeft gehad. Ik denk toch dat we de kwaliteit die we gehad hebben te weinig geweest is dit jaar. Toch heeft Stijn ook niet de greep op de groep kunnen houden. Ik bedoel, ik heb toch wel heel veel dingen ook gehoord. Die denken van, dat moet je. Je moet de baas zijn. En ik heb toch ook wel begrepen dat hij bij tijdwijl ook niet de baas geweest is. Ja, en dan wordt het heel moeilijk om die groep te houden. Jij hebt ook gezegd van, alle spelers zeggen wel, we staan achter de trainer. Maar je ziet het in het veld niet terug. En dan is het voor een trainer bijzonder moeilijk werken. En Maurice heeft natuurlijk, wat jij ook zei, heel hard gewerkt. Alleen heeft niet de waardering gekregen. Maar nogmaals, hij is verantwoordelijk geweest voor de aankoopbeleid van de vereniging. Je bent zelf ook trainer geweest. Geloof jij in een schrik-effect? Nee, dat geloof ik niet. Als je de statistici nakijkt, de mensen die hebben dat wel eens een mooie stage gemaakt van de afgelopen 5 jaar. De tijdig ontslaan van trainers en kijken wat dan het resultaat is. Is het effect niet heel? ADO Den Haag heeft over het algemeen niet de centen om dure spelers te kopen. Jeugdopleiding is dus heel belangrijk. Dus het aantrekken van een topper, denk ik, als hoofdjeugdopleidingen, is daarin essentieel. Ja, essentieel is inderdaad de jeugdopleiding van ADO. Kijk, dat was de kracht waar wij vroeger eigenlijk vanuit geput hebben. Als je kijkt vanaf de 70er jaren, zeg maar, tot 2000. Ja, heel veel eigen spelers uit de eigen jeugdopleiding gekomen. Goede vakbekwame trainers gehad. Altijd mensen die in de top gewerkt hebben. Ja, en nu moet ik zeggen, is het toch een beetje rommelig de laatste 2 jaar geweest met wat betreft de hoofdopleidingen. Ja, en nu moet er dus gekozen worden voor een nieuwe hoofdopleidingen. Ja, en ik denk, er zijn een aantal namen al gevallen. Ja, en ik persoonlijk had heel erg graag Bob Kootwijk teruggezien als hoofd jeugdopleidingen.
heeft heel veel ervaring, 10 jaar ervaring gehad bij ADO. Heeft ook de deskundigheid in huis. En wat dat betreft denk ik gewoon dat het een goede zaak zijn als er een hele sterke man zou komen die de jeugdopleiding weer op poten gaat krijgen. Met ook daar een soort paraplu onder met allemaal bekwame trainers die in ieder geval een voetbalverleden hebben. Bij ADO ontbreken nu, zeker in de directie bij de NV en bij de Raad van Commissaris, aan voetbal know-how. En dat moet toch, is toch de core business van een voetbalvereniging, voetbal know-how. En die moet eigenlijk toch ook weer geïnstalleerd worden binnen de vereniging. En hiermee zijn we aan het einde gewoon van deze aflevering van Adenhaag meer dan voetbal. Ik wil u graag nog even wijzen op de opname van ons programma Haaglanden Voetbal aan tafel. Komende maandag in de Sir Winston Entertainment Club in Rijswijk. U kunt erbij zijn. Kijkt u even op onze website, dan kunt u zich daar aanmelden. Wat dit programma betreft, Adenhaag meer dan voetbal. Graag tot de volgende maand. Dank voor uw aandacht. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Cor van Laar Kozijntechniek, iCook, de keuken voor iedereen, Asta Casino en Kozijnservice Nederland.